Ja, ik ben Marius Romme en ik woon hier nu sinds kort in Amsterdam, maar daarvoor heb ik 40 jaar in Maastricht gewoond als hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Maastricht. En daar zijn we begonnen met het project Stemmen Horen. Ik ben Sandra Escher. Ik ben geboren in Den Haag. Heb toen iets van 23 jaar ook nog in Rotterdam gewoond. En de laatste 20 jaar in Maastricht aan de universiteit en met Marius samen in Bemelen. Ik ben vanuit de journalistiek ben ik toen aan de universiteit gaan werken. En daar ben ik onderzoeker geworden en ik ben ook gepromoveerd op het kinderonderzoek. En waarom is dat belangrijk om te zeggen? Dat de meeste anders, ik word gauw ondergeschoven als Marius secretaresse. En dat ben ik ben een hele slechte secretaresse, dus ik zou hem dat niet adviseren. Nou, al in 1987 is het begin gemaakt met het Stemhorenproject. Voor de buitenwereld helder doordat we een congres organiseerden voor stemhoorders. Maar zelf waren we daarvoor begonnen met Patsy Hagen. Die vroeg, hoe kan je nou eigenlijk met die stemmen omgaan, want ze hinderen mij zo. En toen heb ik me gerealiseerd dat wij eigenlijk in de psychiatrie daarover niks leren. En zodat ik ook eigenlijk helemaal niet wist wat je iemand zou moeten vragen over zijn stemmen. Zo normale vragen van hoeveel zijn het er en zijn het vrouwen, mannen, hoe klinken ze, wat zeggen ze. En al dat soort eigenlijk hele gewone vragen alsof de stemmen personen zijn. Langzamerhand bleken de stemhoorders daar voordeel bij te hebben. Dat is ook het grootste motief verder geweest, want zij voelde zich bevrijd doordat er ook eindelijk geluisterd werd. Vervolgens zeiden de stemhoorders in de afdeling waar ik werkte, ja, het is leuk om met elkaar over stemmen te praten, maar we weten nog niet hoe we daarmee om moeten gaan. En toen had Sandra bedacht dat het aardig was om op de televisie Patsy te laten vertellen over haar ervaring en te vragen of er iemand wist hoe je met stemmen om moest gaan. Sandra heeft toen georganiseerd de interesse van Sonja Barend, want op televisie moet je iets nieuws te bieden hebben. Dus toen hebben we haar overgehaald, omdat wij van plan waren het eerste congres voor stemmenhoorders dat ooit plaatsvond in de wereld te organiseren. En daar was ze positief over, want in het algemeen is men niet zo geïnteresseerd in stemmen horen, omdat men het zich gauw terzijde schuift als iets afwijkends. Nou ja, het grote voordeel was eigenlijk, wat daar gebeurde was niet, maar dat daarna zoveel mensen opbelden. En toen hebben 500 mensen gereageerd. 500 stemhoorders, dus hebben 700 mensen gereageerd. En daarom zijn we daarna in verschillende tv-series opgetreden, maar het probleem voor ons was dat we nog niet wisten we waren aan het begin van de kennis. We hadden nog heel weinig kennis verzameld. Nu hebben we behoorlijk wat kennis over het stemhoren en de ervaring en hoe je ermee om kan gaan en waar het vandaan komt. Maar toen was dat voor ons ook nog helemaal vreemd. Maar het interesse was heel groot, want 700 reacties was heel veel. Maar het kwam vooral omdat wij het buiten de psychiatrie plaatsten. Want in Duitsland hebben ze hetzelfde gedaan, maar daar hebben ze het binnen de psychiatrie geplaatst. En daar kregen ze 30 reacties. De psychiatrie is inderdaad, en door de maatschappij wordt niet voldoende geaccepteerd. En daar hebben ze wel gelijk, omdat ze geen gelijke tred houden in de ontwikkeling. Psychiaters zijn niet genoeg geïnteresseerd in de mensen, maar meer in hun theorievorming. Ze willen weten in plaats van leren eigenlijk. En dat is heel jammer. In de psychiatrie geldt dat een stemmenhoren een psychotisch verschijnsel is. En over psychosen vindt men dat die niets te maken hebben met de levensgeschiedenis van mensen. Althans, de symptomen geven geen uitdrukking aan iets in de levensgeschiedenis. Die gaan dus helemaal niet in op de ervaring en je wordt ook eigenlijk afgeleerd in de opleiding om daarop in te gaan. Omdat men bang is dat je daarmee de patiënt verwacht. En
dus het eerder erger dan beter maakt. Ze hebben dus echt een verkeerd idee ontwikkeld. En dat geldt nou zo'n 150 jaar. En dat is eigenlijk voor de stemhoorders heel jammer. Want daardoor wordt er gewoon niet naar wat zij meemaken geluisterd. Maar het is wel zo dat als je met een stemhoorder over zijn stemmen praat, dat hij een reactie kan krijgen. Maar dat op zich is dat, ja, is dat logisch. Emotioneel wordt natuurlijk, ja. En daar moet je niet te bang van zijn, want als je daar te bang van bent, dan kom je nooit aan een kennen, dat deel van jezelf nooit kennen. En de hulpverleners zijn ook te bang, te gauw van, oh, hij wordt boos, hij wordt weer psychotisch. Ja. Ja, ze zijn daar ook uit om de stemmen weg te krijgen. Hetgeen niet gaat, maar ook niet het doel is. Omdat ze moeten de stemmen leren kennen vanuit hun eigen leven. Want stemmen hebben betekenis in het leven van een stemhoorder. Geven uitdrukking aan de problemen die ze nog hebben met trauma, veelal uit hun jeugdtijd. Zoals seksueel misbruik, langdurig gepest zijn. Fysiek mishandeld zijn, maar ook acceptatie van homoseksualiteit. Er zijn dingen die voor mensen in de wereld moeilijk zijn. De stemhoorders voelen zich bevrijd. Dat is wat ze zeggen eigenlijk. Want het is één, ze voelen zich ook meer gerespecteerd, want nu wordt gewoon geluisterd naar wat ze zeggen. En dat is heel vervelend als iemand niet gewoon luistert naar je ervaring. Na een tijdje hou je ook op met praten. Dus het contact met de mensen die psychotisch zijn, wordt ook moeilijker gemaakt in de psychiatrie. Omdat ze gewoon niet ingaan op de ervaring. En dat is eigenlijk heel jammer. Stemhoorders vinden het dus een bevrijding dat ze en een verklaring vinden voor hun stemmen. Waardoor het minder gek is. Er gewoon heel duidelijk een relatie, een begrijpelijke relatie in hun levensgeschiedenis. Zo mensen die langdurig pest zijn, dragen degene die ze pesten met zich mee. En daarop lijkt de groep die ze in hun hoofd nog steeds horen. Maar dan moet je wel ingaan op de verschillende karaktertrekken van de mensen die je in je hoofd hoort. Of op de triggers, namelijk in een openbare ruimte waar je weinig veilig bent, daar krijgen zij last van stemmen. En zo zijn er dus relaties te leggen tussen de manier en omstandigheden waarin het trauma plaatsvindt en de manier en omstandigheden waardoor de stemmen worden uitgelokt. Ja, en ik vond het heel belangrijk dat de stemhoorders leren hun verhaal op papier te zetten in een logische volgorde, zodat ze ook andere mensen konden laten meedenken. Want als het stemmen horen is op zich een verwarrende, iets heel verwarrends. En als je er moet je gewoon orde in aanbrengen. Ja. En dat durven ze in het begin niet. Hè? Ze durven niet in te gaan op de stemmen, omdat ze de stemmen ervaren als almachtig. En dat moeten ze, dat is ook in de cognitieve therapie, dus dat stuk wordt wel meer gedaan. Dus de psychologen hebben in 1982 bij een groep in Engeland zover gekregen om dat inderdaad als uitgangspunt te nemen. Maar de betekenis die ze hebben in relatie tot wat er gebeurt in de levensgeschiedenis, die stap maken ze net niet. Maar wel de eerste stappen van omgaan, leren praten, je uiten, nadenken over je stemmen, al dat soort dingen. Maar als je ergens bang voor bent, durf je dat natuurlijk niet. Nee, maar wat we zagen is dat stemhoorders samen elkaar veel meer beter begrepen en meer ondersteuning konden bieden dan de hulpverlening doet. Daarom geloof ik ook dat het heel belangrijk is dat die stemhoordersgroepen ondersteuning krijgen en een mogelijkheid om te groeien. Dat is ook denk ik het belangrijkste feitelijke effect, dat er door over de hele wereld nu in 37 landen de stemhoordersgroepen zijn. Maar dat interesseert de psychiater niet echt, want het is niet van hem. Het hoort niet bij wat hij geleerd heeft. En dat maakt het dus lastig, zowel voor de stemhoorders als voor de mensen die dus in de psychiatrie werken, om ja te zeggen tegen dit soort aanpak. Daarom zien we ook dat meer verpleegkundigen dat opnemen, omdat die ook zien dat de mensen aan de medicijnen niet echt genoeg wijzer worden. Want dat helpt hun problemen niet oplossen.
In de omgang met stemmen hebben we ontdekt dat het dat de ervaringsdeskundigen, dus de mensen die zelf stemmen horen, dat het voor hun heel belangrijk is dat ze over de stemmen leren praten en dat ze in groepen met anderen uitwisselen en door elkaar gerespecteerd worden. Want in een ziekenhuis worden ze van elkaar eigenlijk geïsoleerd. Dus het is heel verschillend hoe anderen met ze omgaan. In thuissituaties is het begin ook lastig, want de mensen zien alleen de angst. En jij hebt met kinderen een leuk onderzoek gedaan. Want... Ja, bij 80 kinderen die stem horen. En de helft van die kinderen was patiënt en de andere helft was geen patiënt. En die hebben we 3 jaar vervolgd met het interview. En... Wat zeiden de ouders, was ook heel aardig. Die merkten dat de kinderen veel meer weten over hun stemmen dan ze ook ooit vermoed hadden. En dat ze ook altijd hetzelfde verhaal vertellen. Waardoor het een betrouwbare bron van informatie en dat wekt ook meer respect op voor de beleving. Ja, maar die ouders was soms verboden door een psychiater om over stemmen, met hun kind over de stemmen te praten. Ja, en dan word je ook niet wijzer van. Dus toen met ons onderzoek, ik heb de meeste kinderen thuis geïnterviewd, dan heeft de universiteit heeft ook autoriteit. En zo zagen die mijn ouders dat je best met de stemmen kon praten. En dat... Al in het tweede jaar was 40% van de kinderen had minder last. Was niet weg, maar had minder last. Ja. Het is heel belangrijk dat kinderen, niet alleen maar volwassenen dus ook, leren nadenken over hun eigen ervaring. Moeten wij allemaal in ons leven, maar wordt vaak vergeten om bij jezelf stil te staan. Je denkt altijd dat je gelijk hebt in plaats van dat je denkt, waar ben ik nou mee bezig? Ja, en doordat die ouders... veel meer hoorde over wat het kind meemaakt. Het is ook minder bang. Kon ze het kind beter accepteren zoals hij was. En wat voor mij vanzelfsprekend was, dat je dus iets doorvroeg totdat je begreep wat er aan de hand was, is in de psychiatrie niet zo. Er wordt gekeken of de psychiater een diagnose kan maken. Ja, nog sterker kun je zeggen eigenlijk, in jullie vak, ben je erop uit om de klant beter te leren kennen. Terwijl in mijn vak, in de psychiatrie, ben je erop uit om te bevestigen wat je denkt in je theoretische houding tegenover de patiënt. En dat is in dit nou net helemaal tegengesteld, want de theoretische houding van de psychiatrie, het is psychose, dus het heeft niks met de dagelijkse werkelijkheid te maken. Terwijl de journalist geïnteresseerd is, hoe komt die mens aan zulke gedachten? Wat zit daarachter? Hoe komt die erbij? Ja, de Maastrichtse methode, daarin zit eigenlijk ook onze combinatie verstopt, kun je zeggen. Want wij moeten dus uitleggen waarom wij zinnig samenwerken. Zij legde in het accent en heeft ook in haar opleiding tot journaliste veel meer interviewen geleerd. Terwijl je dat in de opleiding psychiatrie niet duidelijk leert, zo, maar dan leer je het achterhalen van symptomen. Dus het verschil is dat zij in haar opleiding heeft geleerd mensen zodanig te interviewen dat je die mensen beter leert kennen in hun beleving, in hun ervaring. Daar ben je ook geïnteresseerd in. Terwijl bij mij gaat het erom in mijn opleiding dat ik nagaan of ze inderdaad stemmen horen. Hier hebben die stemmen de kwaliteit van het verschijnsel, zijn het vreemde stemmen, dus niet van de mens zelf. Horen ze de stemmen echt of denken ze maar dat ze ze horen? Dus ze zijn altijd, zitten twijfels in de vraag alleen al. Voor mij belangrijk is dat de mensen hun verhaal op papier leren krijgen. Zodat... Ja. Dat is ook belangrijk om te leren denken. Als je niet iets opschrijft, vergeet je het gewoon. De volgende dag weet je absoluut niet meer. Dus een dagboek is heel belangrijk om jezelf in je eigen continuïteit van denken te volgen. Maar dat vergeten helaas ook een hoop mensen. Die zijn zo begaan met die stemmen, dat ze vergeten gewoon stomweg op te schrijven wat ze zeiden, onder welke omstandigheden, waar ze op reageerden en hoe oud ze zijn, wat voor geslacht ze hebben. En al dat soort vragen over persoonlijke kwaliteiten van iemand.
En daar is een groot verschil tussen onze benadering en die in de psychiatrie. De psychiatrie denkt inderdaad dat dat beter is, maar ja, de stemhoorders hebben ons inmiddels duidelijk door de spreiding over de wereld laten weten dat zij meer voordelen hebben aan het ingaan op de ervaring en het respect en hebben voor en het accepteren dat het een echte waarneming is. Ze nemen die stemmen echt waar. En daarbij heeft ook heel erg geholpen dat er heel veel mensen zijn die stemmen horen, meer dan een patiënt zijn die stemmen horen, die zelf nooit patiënt zijn geworden. Dus die hebben hun verklaring gezocht in dingen die voor hen niet vreemd of angstaanjagend waren. En met name als spirituele extra's die ze meemaakten, dus als gevoeligheid of als sensitiviteit voor het eerder begrijpen van andere mensen. Daarvoor is het in de complementaire therapie, noem je dat, ook veel gebruikt. Het stemmen horen van mensen die zelf dat dan als een therapievorm gebruiken. Nou is dat niet verder de richting die wij gekozen hebben. Maar het is wel heel duidelijk dat als iemand tevreden is met zijn eigen acceptatie van zijn eigen stemmen, hij ook geen behoefte heeft aan hulpverlening en beter functioneert. Het begint met acceptatie. Ja. Maar daarna is nodig dat je begrijpt. Wat het begin was, want 80% van de volwassenen en ongeveer hetzelfde percentage van de kinderen is stemmen gaan horen naar aanleiding van een gebeurtenis. Dus als je daar de niet... scheiding, de school, moeilijke school. Dood van opa of oma. En die ouders die weten dan, worden dan kopschuw gemaakt. Onder andere als ze naar de huisarts gaan bijvoorbeeld. En is dan heel gauw, valt het woord schizofrenie. Ja, dan wordt zo'n kind, die heeft daar niks aan. En het accepteren. Bang. Ja, dat maakt angst. Bovendien zeggen psychiaters nog altijd dat ook helaas nog steeds, dat het levenslang probleem is. Wat ook niet waar is. Als je er niet op ingaat, is het een levenslang probleem. Maar als je iemand leert hoe het eigenlijk samenhangt met zijn eigen levensgeschiedenis, dan zijn de meesten ook gemotiveerd om anders met die gebeurtenis te proberen om te gaan. Met seksueel misbruik of fysiek misbruik blijft altijd natuurlijk een ellendige herinnering. Maar het is beter een ellendige herinnering te hebben die je begrijpt, waardoor je begrijpt wat je als stem hoort, waardoor je ook kan vertalen dat dat hulp biedt vaak om je met het gevoel over het seksueel misbruik in het reine te komen, dan dat je alleen maar een stem hoort die angst maakt dat ze bijvoorbeeld zeggen, ik zou er maar een eind aan maken. Maar wat ze bedoelen is, ik zou er een eind aan maken als je er niks aan verandert, in je gevoel en alleen maar het negatieve zien, dan ontwikkelt het niet en dan kun je net zo een eind maken, dan kom je niet verder. Dus de stemmen praten ook in metaforen over de gebeurtenis. Ze zijn niet zo rechtstreeks, daarom worden ze niet onmiddellijk begrepen. De psychiaters hebben moeite om het te accepteren, dus is het in Nederland, maar dat geldt overigens over de hele wereld zo, voor psychiaters moeilijk om het te accepteren. En ze vinden het kennelijk toch niet nodig om genoeg nodig, althans om getraind te worden. Het zijn enkele die zich meer interesseren in nieuwe dingen die ook deze methode echt zelf eigen maken. En zonder dat lukt het ook gewoon niet. Je bent zo vastgeroest in die manier van denken dat een psychose iets is wat geen betekenis heeft, dat vanuit jezelf zomaar overstappen is moeilijk. Stemmen zijn vaak een metafoor voor iets. En dat kan een psychiater moeilijker accepteren dan een stemhoorder. We hopen dat het mogelijk is dat die weerstand op een goed moment toch opgegeven wordt, want ja, het probleem is dat de psychiatrie voor deze mensen ook niet aantrekkelijk is. En daardoor merk je ook dat er heel veel weerstand is tegen de therapievormen die ze aanbieden.
En gelukkig biedt nu ook Tim van Os, een hoogleraar in Utrecht psychiatrie, een groot onderzoek is hij begonnen over wat er hoe het gaat als mensen hun medicatie afbouwen. Dus dat is al een stap, want dat is eigenlijk, mag dat niet in de psychiatrie. De psychiatrie is tamelijk slaaf van de farmaceutische industrie. Maar de stemhoorders laten duidelijk zien dat er dat zonder medicijnen hebben ze weer de beschikking over hun eigen emotie. Medicijnen remmen de emotie en in het begin is dat heel handig. Want als je erg bang bent, dan heb je iets nodig dat je minder bang bent. Maar als je daar te veel van krijgt, hou je geen emoties over. En zonder emoties leven is helemaal niet prettig. Bovendien, als je te veel medicijnen neemt en je te veel van je emotie kwijtraakt, raak je in verwarring. Want zonder emotie leven is vrijwel ondoenlijk in deze maatschappij. Dan bot je doorlopend tegen mensen op. Maar dat wordt in de psychiatrie weer gezien als uitingen van ziekte. Dus men zit in een verkeerd denkkader. En men heeft wel nu geaccepteerd dat langer durende medicatie schadelijk is. Maar dat is meer theoretisch dan dat ze werkelijk lagere doseringen, dat is wel ingekomen gelukkig. Maar langere duur en leren omgaan met emotie, dat is niet bij deze soort problemen. Ik hoop, en ik hoop dat de stemmenhoorders met elkaar beter opgeleid worden. Ja, in de psychiatrie kun je zeggen. En gaan werken als volwaardig werknemer meedoet met de psychiater. Dus niet dat die werelden gescheiden zijn, maar dat het gewoon... Of net als bij de homoseksualiteit, dat het gewoon verdwijnt als probleem in de psychiatrie. Want de meeste mensen hebben niet zoveel in de psychiatrie te zoeken. Het zou leuk zijn als het evenwicht herstelt en de psychiater dus veel meer ingaat op de inhoud van wat er gezegd wordt. Maar of dat lukt is gezien de opleiding nog zeer de vraag. Als je dus zo kijkt, dan moet je toch wel concluderen dat er een stigma, sprake is van een stigma. Want overal waar je praat over stemhoren, het is wel wat minder geworden, maar refereren ze onmiddellijk aan schizofrenie. Maar ja, nou ons langzamerhand niet meer natuurlijk, dat is het vervelende, want dan weet je niet meer of dat de overtuiging van de ander is, of omdat ze bekend zijn dat wij er anders over denken. Daarom richten we ons ook op de psychiaters, maar op degene die om ze te trainen en op degene die getraind zijn. En daarvan is het ook belangrijk dat die elkaar leren kennen, zoals in dat congres wat nu volgend over binnen een maand gehouden wordt. Daar komen ook een aantal psychiaters die dus werken met deze benadering, zodat die ook anderen weer ontmoeten. En we hopen dat ook psychiaters uit nieuwsgierigheid komen luisteren naar die mensen die er wel mee werken. Nou, en toen wij het eerste wereldcongres organiseerden, toen was ongeveer de helft van de bezoekers was hulpverlener en de helft was stemhoorder. Maar de hulpverleners waren verbaasd dat er zoveel stemhoorders waren die ook goed over hun ervaringen konden praten. Een van de belangrijkste mogelijkheden zijn de zelfhulpgroepen, want daarin kunnen stemhoorders elkaar ontmoeten, elkaar respecteren, accepteren. Daar hebben ze dat probleem niet, dat ze dus voor ziek worden versleten. Daar zien ze voorbeelden van andere mensen, waar die het er wel goed mee hebben leren omgaan. Dat kost wel enige tijd en er zijn er ook die niet die stap zetten, omdat de angst vaak groot is en in het eigen milieu niet genoeg waardering is, maar in 35 landen hebben we nou stemhoordersnetwerken en stemhoordersgroepen, dus het is niet helemaal meer een zeldzaamheid. De stemhoorders organiseren het nu ook allemaal zelf eigenlijk. Ervaringsdeskundigen hebben nu het voortouw. En terecht, dat is hun probleem en daarom ben ik ook blij. En in die zin kun je het vergelijken met homoseksualiteit, daar hebben de homoseksuelen ook zelf de organisatie overgenomen.